Herman van Rompuy blijft doordrongen van de haiku. Een vorm van Japanse dichtkunst is dat. Op de boekenbeurs stelt de Europese president al zijn tweede dichtbundel voor, uitgegeven bij Poëziecentrum. Haiku 2 kwam tot stand ondanks zijn drukke agenda. Het zijn 17 lettergrepen, dus moet een beetje inspiratie hebben, maar dan gaat dat wel vlot. Ik ben ondertussen ook wel wat gewoon. En ook in het boekje staan geen honderden haiku's, daar staan er een stuk of 30 in. Dus u moet de inspanning ook niet overschatten. Ja. Herman van Rompuy is een ervaringsdeskundige op de boekenbeurs. Hij signeerde hier de afgelopen decennia al verschillende malen, maar raakte het nog altijd niet beu. Ik vind dat leuk omdat je met heel wat mensen kort, maar soms een onverwacht contact hebt. Maar ik blijf hier ook geen dagen zitten, hè. Dus binnen anderhalf uur ben ik al terug naar Brussel aan het werk. Ja. De Europese president steekt niet weg dat het zijn ijdelheid streelt, dat hij in de loop der jaren een vast lezerspubliek heeft opgebouwd. Je schrijft natuurlijk om gelezen te worden, zo eenvoudig is het. Je schrijft niet opdat het zou vergeten worden in een kast of nog vroeger dan later terechtkomt bij de slechte, bij manier van spreken. Hè. Dus ja, lezers zijn belangrijk. Ik heb ooit eens in het parlement gezegd, maar dat is lang geleden, ik heb liever een lezer dan een kiezer. Hè. Zoveel belang hecht ik daaraan. Het is vandaag kalm op de boekenbeurs. Op een stormloop zoals bij Jeroen Meus hoeft Van Rompuy niet te rekenen. Ik heb geen aanleg om kookboeken te schrijven, maar ik mag niet klagen. Dit boekje is nog maar 14 dagen uit en het is reeds aan zijn tweede druk toe. Dus voor een poëziebundel loopt dat eigenlijk buiten verwachting goed. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met mijn functie en niet alleen met de kwaliteit van mijn gedichten. Ja.